Welkom terug van Boodschappen doen en we zijn nu aangeland bij Elastiek Muziek in Hilvarenbeek. En het is eigenlijk een beetje een trieste dag, want dit evenement wordt vandaag voor het laatst georganiseerd. Jammer, want het trok toch meer dan 70.000 bezoekers per keer. Triest. In 1985 werd Elastiek voor het eerst georganiseerd door muziekgroep Tamazuur. Dit was eigenlijk voor hun 15-jarig bestaan. En die hadden ook niet kunnen vermoeden dat dit uit zou lopen tot zo'n groot evenement van 70.000 bezoekers per editie. Maar helaas, ondergegaan aan een eigen succes, einde Elastiek Muziek. Karel de Hond, vandaag voor het laatst Elastiek Muziek. Ja. Karel, waarom? Ja, het heeft lang geduurd voordat we de besluit genomen hebben, maar door omstandigheden, allerlei omstandigheden, dus toch een te zware belasting voor zo'n groot evenement. Het zijn allemaal vrijwilligers die het doen. En we hebben besloten om op een hoogtepunt te stoppen. En er zijn dus te weinig opvolgers om dit door te zetten. En zowel de financiële als de organisatorische last over een heel jaar, er werd een beetje te veel voor de vrijwilligersorganisatie. De meeste van dit soort festivals zijn in handen van professionele bureaus. Hè? Ja. Maar we gaan eens even kijken wat de mensen op dit festival vinden. Hoe erg dat die dat vinden. Ja, ja, ja. Ik vind het eigenlijk, qua veiligheid kan ik me dat wel voorstellen. Aan de andere kant denk ik dat het wel verstandig is dat het elastiek in een wat mindere vorm gaat gebeuren. Ja, dat is wel jammer. Het is altijd wel gezellig hier. Met snel het zuipen en zo. Ik vind het heel jammer. Ik kwam hier al de tijd van de Beekse Vissen. Dat was toen jammer dat dat stopte. En nu is het jammer dat Elastiek stopt. Ik had wel gewild dat ze nog door gingen, ja. Ja, vind ik wel jammer. Hey, vandaag de laatste keer Elastiek Muziek. Wat vind jij daarvan? Ah, perfect, hè? Nee, maar het is de laatste keer. De laatste keer? Oh, dat is jammer, dat wist ik niet. Een hoop herrie, maar ja, oude mannen en oude vrouwen hebben daar niks meer aan. Een hoop drukte en veel afgesloten in Hilvarenbeek. Wij wonen in Hilvarenbeek. We kunnen nergens niet door. Het is heel moeilijk om in het dorp te komen. Voor de laatste keer Elastiek Muziek. Zeg nou eens eerlijk, wat vindt u daar nou van? Wilde jij geloven dat ik er eigenlijk heel blij om zijn? Met die takkenherrie, het is toch niet te geloven, man. Je kunt elkaar niet eens verstaan hier. Dat is een dorpsplein, weet je niet. En, nou ja, ik weet niet hoor, met de gitaar en allemaal. We hebben hier een geweldige harmonie, maar daar hoorden de mensen niet over. Dat willen ze niet, hè. Die hebben toch ook bestaansrecht, of niet soms? Nee, voor mij is het mooi geweest. Eindelijk weer rust gewoon in Beek. Ik vind het heel jammer. Maar ik moet wel zeggen, ik snap wel dat het uit de hand loopt. Want wij liepen daar net bij Kres en nou, het was gewoon niet meer leuk. Het was zo druk. En zo benauwd en iedereen dood. En ja, het is gewoon niet leuk. Dus we zijn wel wat gaan eten. En wat eten we? Krabsalade. Echt heel lekker.
ashamed to be. Pleasure is the play, it makes a difference what you say. I'm a shade of green, the only kind you need. The ace of spades, the ace of spades. Josephine, elke keer op Elastiek Muziek is er een kinderprogramma. Waarom is er gekozen eigenlijk voor een kinderprogramma op zo'n festival? Omdat wij ook breed publiek willen vermaken, dus ook de kinderen die horen er ook bij. En als kinderen zich vermaken, vermaken ouders zich ook. Dus in die opstelling zijn we eigenlijk begonnen. Elk jaar heeft het een thema. Welk thema is het dit jaar? Reis om de wereld. We hebben 12 spellen, die vertegenwoordigen 12 landen. En dan kunnen kinderen in een circuit meedoen en dan doen ze 6 spelletjes, ja, vertegenwoordigen 6 landen en dan hebben ze een spelletje dat ook slaat op het land, dat daarmee te maken heeft. Ja. Nou, het terrein is helemaal afgezet, dus ouders kunnen hier gewoon hun kinderen afgeven en die zijn hier veilig. Ja, wij hebben elk jaar, we zijn een stageplaats voor PABO-studenten, dus die PABO-studenten die nemen die kinderen mee. Citroen, 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 we worden kampioen. Banaan, 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 we gaan het tegenaan, yeah! Hoe jammer is het nou dat dit ophoudt? Heel jammer, echt heel jammer, want ik vind het gewoon hartstikke leuk. We verzinnen alle spellen zelf, we maken ze zelf. Er zit een hele hoop creativiteit in en ja, we draaien nu met deze groep al een jaar of 5, 6, zoals die nu bestaat. Ja, we zijn gewoon een hechte groep geworden. Het is gewoon hartstikke leuk, we voelen elkaar aan en we vullen elkaar aan. Dus het is gewoon, ja, het loopt gesmeerd, ja. Dus ik vind het gewoon heerlijk om toch nuttig bezig te zijn. Roel Velzen, klein van stuk groot als artiest. Jij komt uit met je eerste plaat. Ja. Dat gaat als een komeet. Ja. En dan? En dan ga je... ineens mag je heel veel spelen op veel festivals. En een hoop leuke dingen doen. En ja, dan gaan we het sowieso tot en met december doen. Festivalseizoen loopt natuurlijk een soort van tot september. En oktober, november gaan we een clubtour doen. Dus er komt echt nog heel veel aan en we zijn echt van aan het genieten. Nou, vandaag Elastiek Muziek voor de laatste keer en jij speelt daar. Had je er ooit van gehoord? Ja, ja, ja. Ik kom hier niet uit de buurt, maar zelfs Elastiek. Ik zeg van nou, dat is een festival, dat wist ik wel. Jammer dat het de laatste keer is. Ik heb net het boekje zitten doorbladeren van de afgelopen jaren. Zo'n imposante rij waar ik mag plaatsnemen. En ook vandaag gaan we lijnen. You got a flow like the rug. You're headed the same way forever. Zo, weer een aflevering van De Groeten Uit. Leuke aflevering, Elastiek. Laatste, Elastiek. De gek is eruit. Tot volgende week.